15.000 kuub beton wat erin zit, een kleine miljoen kilo wapeninstaal zit erin. We hebben hier allemaal prefab elementen ook aangebracht, ook om de hinder te beperken. Er zijn ook een stuk of 600. Dus zo praten we echt over grote aantallen bij zo'n project. 425 parkeerplekken heeft deze nieuwe garage onder de Garenmarkt. En op de dag van de opening overheerst een trots gevoel bij zowel de bouwer als bij de verantwoordelijk wethouder. Want de bouw was een flinke uitdaging. Je kan hier via de trap of via de lift afdalen. De technische uitdaging is dat we natuurlijk binnenstedelijk hier aan het werk zijn geweest. Tot grote diepte. We hebben ontgraven tot bijna 19 meter diepte met wel in het water. Maar dat heeft natuurlijk wel tot gevolg dat er hele grote krachten komen op deze parkeergarage. Die we daarna van onder naar boven helemaal hebben opgebouwd. En zoals je ziet, elke verdieping heeft zijn eigen kleur. Zo is het goed herleidbaar naar welke verdieping je bevindt. En die kleur komt overeen met een thema, dat is op de ruiten en bij het noodtrappenhuis weergegeven middels een tekening. Wat mij vooral zo trots maakte is dat we op deze manier zorgen dat bezoekers op een goede manier naar de stad kunnen komen. De auto aan die rand kunnen parkeren en dan op een goede manier die stad in kunnen. En wat mij ook heel trots maakt is dat dit een heel ingewikkeld bouwproces is geweest. Het heeft 3 jaar geduurd, dus binnenstedelijk bouwen. En dat hebben we eigenlijk met groot succes, kan ik nu wel zeggen, gedaan. De auto's verdwijnen nu dus voorgoed van de Garenmarkt. En dus kan hier nu een mooi groen plein worden aangelegd.